Welkom allemaal, we zijn hier op de plant in St. Valentin in Oostenrijk, waar de productie van onze tractoren plaatsvindt van 100 pk tot 313 pk. We gaan eventjes binnenkijken in de hallen hoe de productie verder verloopt. Hier worden er ongeveer 11.000 tractoren gebouwd, 600 werknemers, waarvan 250-300 in de productie en montage aanwezig zijn. We zitten hier ook in het hoofdkwartier van KZH Europa, dus ook veel engineering en ontwikkeling die hier aanwezig is in St. Valentin, Oostenrijk. Steyr bestaat sinds 1947, werd voorheen in het stadje Steyr zelf gebouwd, was niet enkel maar tractorfabrikant, maar ook machinebouw, wapenfabrikant. Na enkele jaren is men voornamelijk dan de focus beginnen leggen op tractoren. In 1997 is men dan samengegaan met KZH, hebben we samen een concern gevormd. En in 1999 is de merge samen met New Holland gebeurd en vallen we onder de groep CNH Industrial. We zijn hier binnen in de montage. Hier start eigenlijk het geboorteproces van de tractor. Dus we beginnen helemaal van nul. Wordt die op een treintje geplaatst en wordt eigenlijk de eindaandrijving en transmissie die in Antwerpen gebouwd wordt, wordt hier opgeplaatst. Dus we staan hier aan het begin van de lijn. Het duurt ongeveer 9 uur om een tractor te bouwen van begin tot einde. En we gaan dit proces nu eens van dichterbij bekijken. Er zijn 6400 verschillende specificaties, dus er worden eigenlijk geen twee dezelfde tractoren gebouwd. De motor die erbij geplaatst wordt, wordt de aandrijving en de motor één geheel. Dit document gaat mee met de tractor, hier staan alle specificaties op. En deze barcode wordt altijd ingescand om te weten welke opties er moeten op gemonteerd worden. Dus het is eigenlijk het paspoort van de tractor en gaat heel de productielijn mee. Hier hebben we een voormontage van de motor die van ons zusterbedrijf FPT komt. Deze is al getest geweest daar in die fabriek, maar hier worden nog componenten bij opgebouwd afhankelijk van de opties, zoals bijvoorbeeld de compressor als er luchtremmen besteld worden, een zwaarder alternator. Dit wordt hier allemaal opgebouwd. Dus dit is eigenlijk een voormontage voordat hij dan op de hoofdlijn terechtkomt. Hier hebben we de voormontage van de vooras. Dus ook verschillende voorassen, verschillende types. Met voorasbremming, zonder voorasbremming wordt hier eigenlijk voorgemonteerd. Afhankelijk van welk type. En komt dan ook terug in de hoofdlijn terecht. Alles wordt geproduceerd via World Class Manufacturing. Dus hier worden de leidingen klaargelegd. En men moet eigenlijk de leidingen nemen. Er is zelfs een vuilbakje bij voor de dopjes. Die er moeten afgemonteerd worden, die worden in het bakje gegooid, zodanig dat men ook kan zien als er niets vergeten is. Men moet er alles afnemen, ook daar boven staat de barcode, de boutjes en dergelijke meer. Men kan eigenlijk nooit niet missen. Hier gaat het frame in de wascabine in feite. Dus eerst wordt alles ontvet, zodat alles proper is met speciale producten. Dan wordt het gewassen en gedroogd voordat het dan geverfd wordt. Het is moeilijk te zien, maar hier wordt gewassen en ontvet. Na het ontvetten en na het wassen wordt het gedroogd, zodat we op een mooie ondergrond kunnen starten voor te verven. Dus hier zie je dat hij uit de droger komt, wordt hij opgewarmd tot 80 graden. Zodanig dat alles mooi droog is en hij naar de paint factory kan. Hier gaat hij eigenlijk binnen in de paint factory. Het wordt met robots gepaint en manueel.
voor de punten waar er moeilijk met een robotarm bij kan, wordt er manueel bijgespoten. Alles is ook voor het milieu, wordt er speciaal, dus het water dat je ziet aan de zijkant is eigenlijk om de lucht zuiver te houden, dus die wordt ook, gaat ook naar buiten, zodat er geen verontreiniging is als de warme lucht naar buiten wordt toegespoten. Als ze uit het paintproces komen, dat duurt ongeveer een tweetal uur. Heel het proces vanaf het wassen tot het verven hebben ze ongeveer 100 graden. Want na het verven wordt het gestookt tot 100 graden. Dus het chassis is eigenlijk ook nog warm als het eruit komt. Hier wordt de brandstoftank gemonteerd met de AdBlue tank. Al onze tractoren zijn voorzien van een SCR-systeem. Om aftertreat, dus nabehandelingssysteem van de uitlaatgassen te doen in feite. Dus ook de koeler wordt hier gemonteerd. De groene lijn is eigenlijk de quality gate. Hier kom je liever niet in terecht als arbeider. Als je hierin teruggeroepen wordt, blijkt er iets fout te zijn. Dan moet je eigenlijk heel het proces teruggaan om de fout te herstellen. Wordt er gekeken hoe het gekomen is. Dus vandaag heeft men al 42 machines of tractoren gebouwd. En het target is 45. Dus men ziet 2 is gelijk aan tekens, dus men zit eigenlijk op het target. Men is goed bezig. En binnen een zevental minuten gaat het naar het volgende station. Elke arbeider kan 3 tot 4 stations bemannen om afwisseling te hebben en niet altijd hetzelfde te moeten doen. En het duurt 6 tot 8 weken voor men opgeleid is om een station te bemannen in feite. Ook om geen fouten of om te kijken naar fouten in feite. Dus het is niet zomaar dat men zomaar in de productie kan. Het neemt toch wel enige tijd in beslag. Dus we zijn hier nu in de cabinemontage. We zijn net op het einde van de shift. Dus zijn ze net gestopt met werken met te monteren. Maar de cabinemontage is met een lichte lijn. Dus verschillende zaken worden daar gemonteerd. Dan ook cabinedak en dergelijke meer. De zwarte lijnen die je op de grond ziet, zijn eigenlijk lijnen voor een automatisch karretje. Dus in de vorige productiehal, of in de montagehal liever, zagen we nog vrij veel heftrucks. Hier rijdt er geen enkele heftruck, wordt er met een automatische wagen gereden die automatisch de zaken aanbrengt. Dus hier zien we de montage van de cabine. In dit geval is het de cabine van een multi. En hier zie je bijvoorbeeld iets van een werknemer die te veel af de band moest lopen. Dus dat gaat gewoon traag mee met de productie, zodanig dat hij nooit niet ver moet lopen. En dat zijn de componenten die tijdens dit station moeten gemonteerd worden. Daar zie je bijvoorbeeld dat hij daarop staat, anders moet hij altijd heel traagjes achteruit stappen. Maar nu kan hij gewoon blijven staan en kan hij de laatste details aan de koeler mooi afwerken. En hier is dan het karretje leeg. Is het aan de kant geschoven. Hier wordt dus de motorkap bestickerd. Het lijkt heel eenvoudig, maar dat is niet zo eenvoudig. Nee. Maar hij doet het op zo'n vloeiende manier dat je denkt dat iedereen het kan, maar dat is niet het geval. Vloeistoffen toegevoegd. Ook de eerste maal wordt brandstof in de tank gedaan en dan wordt voor de allereerste keer de motor gestart. Het is altijd een spannend moment als de eerste keer de motor gestart wordt. Ziezo, de eerste maal gestart.
en worden er eigenlijk al verschillende zaken direct getest, het sturen en of er nergens een kleine lekkage is. En achteraan zie je dat nu ook de ventielen getest worden. Hier zitten we bij de montage van verschillende banden, afhankelijk van de klant hun wens. Dan worden ze eigenlijk met momentsleutels aangespannen. Dus hier hebben we nogmaals een spannend moment. De eerste maal dat de tractor zelfstandig zal rijden. En hier zie je bijvoorbeeld ook nog een Puma met een oud cabinedak. Deze worden nog gebouwd, bijvoorbeeld voor Nieuw-Zeeland en Japan. Zijn dat eigenlijk nog tier 2 motoren. En die worden ook nog gebouwd. Dus voor Europa zitten we al op stage 5. Maar in die landen kan nog tier 2. Dit is hier de allerlaatste quality gate. Is veel gezegd, want straks als hij naar buiten gaat, hebben we nog eens verschillende tests die gedaan worden. Maar voordat hij hier de assemblagelijn verlaat, hebben we nog eens een laatste controle. Er wordt nog alles eens gekeken. Sommige onderdelen waren misschien nog niet voorradig, maar heeft de productie niet gehinderd en die worden dan ook nadien gemonteerd. We produceren volgens World Class Manufacturing en één pijler daarvan is ook milieu. Dus ook aan alle milieueisen moet voldaan worden. Dus uitstoot van de lucht, bijvoorbeeld van de ververij, wordt die door verschillende reinigingsprocessen gedaan, zodanig dat we heel zuivere lucht terug weer de lucht inblazen. Nadat alles nog eens grondig gecontroleerd is, de aftakas en dergelijke meer, komen de tractoren hier aan. En hier worden ze nog een laatste maal getest. De topsnelheid wordt hier getest op onze testtrack van 1,5 kilometer. Als je ooit eens de kans hebt om in St. Valentin te komen, dan kan je hier in onze virtual reality room zitten in feite, waar we een hele mooie video tonen in een 3D-vorm, dus waar je alle dimensies kan meevoelen. En dan kies je maar zelf de stoel die je wilt. We zijn hier het einde van de dag. Mensen gaan vrolijk naar huis. In hele mooie omstandigheden. Ik bedank jullie voor te kijken en zeker hier eens terug te zien in St. Valentin op de plant van KZH en Steyr.